ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik werd gevraagd om eens te kijken naar McEwen met code MUX. En wat ik van dat bedrijf vond. Dus een bedrijf, een goudmijn, in de goudsector dan uiteraard. En het heeft het niet zo best gedaan, heb ik gezien. We gaan naar het aandeel. We zien hier McEwen in Finance Yahoo. Staat maar 1,30. Dit is de Amerikaanse notering. Staan ook in hoe heet het, Canada. 1,30, ja, 4% omhoog. Nou is het punt, dit is in de goudsector. En de goudsector ziet er nu goed uit. Inflatie loopt op en ja, de goudprijs loopt op. Dus daar zou je nu wel verwachten dat alles omhoog gaat. En in zo'n goede trend gaat inderdaad alles omhoog. Nou, dan gaan we kijken naar McEwen. Zou het terecht zijn als die ook omhoog gaat? Is hier een kans? Is dit iets moois om in te beleggen? Nou, als we gaan kijken naar de maximale koers, dan zien we dat er al veel pieken zijn geweest. Maar ik wil eerst even naar de gegevens toe. Er was geen dividend, vind ik een nadeel. Er is een verlies. Dus er is geen koers-winstverhouding. Dan gaan we naar de statistiek. Het bedrijf is zo'n 600 miljoen waard. En er is een verwachte koers-winstverhouding volgend jaar van 65. Dus ze hopen dat ze winst gaan maken. Maar dan nog is het een heel kleine winst. Dan gaan we verder even kijken naar de cashflow is negatief. Toch is er een levered cashflow na belastingen van 15 miljoen. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met hun verliezen die ze dan kunnen compenseren. Er is 53 miljoen aan schulden, 20,8 miljoen aan cash. Oké, voor een goudmijn is dat niet echt gek. En de boekwaarde is 88 cent met een koerswinst, of met een koers van 1,30 is dat ook niet zo heel gek. Maar we gaan eens even kijken. De revenuen, dus de omzet, loopt af. En ze verliezen 41 miljoen. Hebben ze verloren afgelopen jaar. Nou, dan gaan ze winst maken binnenkort, dus dat is mooi. Profit margin is dramatisch te noemen. Maar wat ook opvalt is het short positie. Van de float 13,37% is short. Dus er zijn nog steeds heel veel beleggers die denken dat het nog veel verder omlaag kan. Ja, en dan wordt het tijd om naar de grafiek te gaan. Om te kijken van hoe ziet dat er dan uit. Ik heb net al eventjes op de max gezet. Gaan we nu ook even doen. Is dit de max? Ja, 1980 begonnen. Ja, hier heb je geen plezier van gehad als belegger. Als aandeelhouder. Hoogste koers ooit hier, 3,37, ja iets hoger is dat, nou, 3,50 zeg maar eventjes grofweg, is dat zo? Ja, 3,50 precies, is hoogste koers ooit. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met misschien stoksplits en dergelijke, maar het zou kunnen zijn dat dat nooit heeft plaatsgevonden, dat weet ik gewoon niet. Maar nu is het 1,30, 3,50 was het hoogste koers ooit. Nou praten we over 1980 tot nu. Dramatisch. Dus zou ik dit aandeel willen hebben? Nou, niet echt. Hier was een tijdje dat het goed liep. Heb ik het ook gehad. Maar dit is natuurlijk weer dramatisch te noemen. En je ziet hier nu ietsje oplopen. Als we kijken naar het laatste jaar. En hier nog steeds die draling. Dan ineens, in begin dit jaar, een knal omhoog. En dan wordt het toch weer verloren. En je ziet nu dat het weer oploopt. Ik denk dat de kans groot is dat dit ook gaat oplopen. En dan puur omdat de goudsector interessanter wordt. En dit natuurlijk een aandeel is wat enorm is achtergebleven. Als ze daadwerkelijk winst gaan maken, dat is een grote als, dan is dit interessant. Want dan is over 2-3 jaar dit aandeel gewoon heel goedkoop. Maar, zou ik dit hierin gaan beleggen? Dat weet ik niet. Ik vind het wat moeilijk omdat er zoveel betere aandelen zijn. En dan waarom zou je dan nu in MUX gaan beleggen? Dus dat houdt me even tegen. Gaat het aandeel omhoog in waarde? Ja, ik denk het wel. Dus in die zin niks mis. Maar ik denk dat je in de goudsector beter kan vinden. Nou, waar zou je dan kunnen kopen? Het is geen advies, maar waar zou je kunnen kopen? Ja, dan moet je gaan kijken waar liggen de steunen. En als ik dan eventjes een draadje trek, dan ligt hier natuurlijk een punt dat je zegt van ja,
Er is wat voor te zeggen dat je hier, of je zet hem ietsje hoger, dat je hem hier legt, maar dan heb je deze daar nog niet. Er is wat voor te zeggen om, nou, zo rond die 1,2 is het interessant. Nou, we zitten wel boven. Wil je dan nu kopen? Nou, dit zou een mooie stoploss zijn. Dus 99 cent is de stoploss. Maar dan heb je al wel 30% verloren. Hè? Dus dat is dan wel heel erg. En dan, maar het is wel de beste stoploss die ik hier kan vinden. Want ik zie er eigenlijk anders niet echt. Of je zou hem hier moeten leggen op 1,20. Dat kan ook. Dan leg je hem hier, maar dat vind ik hem wat zwakker. Al moet ik zeggen dat je hier dan wel precies op deze gap zit. Het is een oude gap. Maar ja, misschien toch nog interessant om die te gebruiken. Dus als je instapt, dat kan, dan zou je de stoploss op 1,19 moeten leggen. Maar nogmaals, ik weet niet of je dat nou in dit aandeel moet doen. Als we gaan kijken, waar zit hem dan nog meer een weerstand? Ja, dan denk ik dat je hier... had ik niet moeten doen. Deze. Weerstand is op 1,52, 1,53. Ik denk dat daar toch wel een weerstand ontstaat. En die zit nu op 1,30. Dus dan is het misschien handiger om te kijken van oké, kan die hierboven komen, die 1,53? Als hem dat lukt, ja, dan is het technisch een ander verhaal. He, dus het kan. En dan, dat is iets veiliger. Aan de andere kant, je verwacht dat hij omhoog gaat als je dat hebt. Je hebt een stoploss op 1,20, 1,19. Ja, nou ja, goed. Je kan wachten, maar dat, ja, ik weet niet of dat zoveel meerwaarde biedt, moet ik eerlijk zeggen. Dus in die zin is er nog wel een kans. Maar realiseer je, er is een forse shortpositie. Er zijn nog partijen die proberen dit aandeel omlaag te krijgen. En ja, dat zou ze kunnen lukken. Het heeft natuurlijk ook een dramatische historie. Dus in die zin is het niet zo heel gek. Ik ga heel even naar de summary. Want ik wil weten wat voor berichten er zijn. Hier zie je dat het verlies is groter dan ze dachten. De omzet was slechter. Dus ja, het is allemaal niet zo denderend. Hè. Het is meer echt puur... De sector. Maar als je interesse hebt, dan lijkt me wel verstandig om even deze berichten door te lezen. Maar eerlijk gezegd, ik zou elders zoeken. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En als je op het belletje ook klikt, dan krijg je notificatie als ik een volgende video heb. En vond je het een goede video? Geef een like. Heb je vragen? Zet ze eronder. En heb je eventueel... een ander aandeel waarvan je zegt, dan zou je er eens naar kunnen kijken. Laat het me weten, dan kan ik er allicht eventjes zien of ik er wat mee kan doen. En heb je andere vragen? Ja, stel ze. En als ik het antwoord weet, dan geef ik het antwoord. Tot de volgende keer. Houdoe.